Aflevering nummer 3, CNA, slooppanden en de archeologie. Tosca, hoe is de stand op dit moment? Het is zo, we zijn nu de vierde dag bezig. En we hebben door het slechte weer van de afgelopen week niet zo heel veel kunnen doen. Bovendien is het zo dat we zijn voor alle zekerheid daar begonnen, aan de kant van het Grote Noord, waar wij de meeste grondsporen en ook de oudste grondsporen verwachten. En het blijkt nu, terwijl we niet eens nog zo diep zijn kunnen gaan, dat we al midden in de 14e eeuw terecht zijn gekomen. Dat zit abnormaal hoog hier en vermoedelijk komt dat omdat het Grote Noord een dijk is in wezen en daar dus aan die dijk de bebouwing ook veel hoger ligt. Hier in deze put hebben we de sporen van een 14e eeuws huis te pakken. Heel eenvoudig gebouwd, een houten huis moet het geweest zijn, waar de enige steen bij is, het vloertje wat er her en der nog in zit. En de poeren waarop de staanders voor de houtconstructie gezet zijn in oorsprong. Wij zijn op het ogenblik in twee putten bezig, behalve deze hebben we ook aan die kant een put gemaakt. En daar is het zo dat er wat mestlagen, wat sporen tevoorschijn komen, nog geen huis. Iets wat op een soort leme vloertje lijkt, maar dat weten we gewoon nog niet. Daar zijn we nog niet ver genoeg voor. En ook dat is allemaal 14e eeuw. We vermoeden dat, we hebben wat boringen gedaan, dat we hier toch nog wel een pakket met sporen onder hebben zitten. En we hebben dus goede hoop dat we inderdaad, zoals ik al eerder een keer verteld heb, dat we hier nog echt uit de oudste periode, mogelijk de tijd van de middeleeuwse ontginningen, 11e, 12e eeuw, sporen kunnen gaan aantreffen. Jullie brengen het ook in tekening, neem ik aan? Ja. Ja, alle sporen worden ingetekend en ook de hoogte van de sporen die wordt ingemeten. Zodat we later op de tekeningen kunnen terugvinden welke niveaus we nou eigenlijk hebben opgegraven en hoe dat ten opzichte van elkaar zit. Scherven gevonden? Ik zei zo, het is bebouwing uit de 14e eeuw. Dat hebben we aan de hand van de scherven kunnen bekijken. En die scherven die zaten gelukkig heel mooi tussen de resten van de houten wanden van het huis. Dus dat was echt een heel duidelijk teken dat het bij elkaar hoorde. En die scherven waren typisch voor de 14e eeuw. Dus zo hebben we dat kunnen dateren. Ik moet constateren dat je laaiend enthousiast bent en datgene wat je hoopte aan te treffen zich redelijkerwijs af gaat tekenen. Ik ben tamelijk optimistisch, ja. Hoe is het met het tijdschema? Krap. CNA geeft ons vermoedelijk echt niet meer dan de 6 weken die ze ons hebben toegezegd. Aanvankelijk dachten we dus, omdat het leek dat hier nogal wat verstoord was door latere bebouwing, dat we in die 6 weken dat terrein wel goed konden onderzoeken. Maar als ik zie hoe het langzaam vordert hier, ook doordat het weer zo tegenwerkt tot nu toe, dan vrees ik dat er toch wel wat delen niet goed onderzocht kunnen worden. Maar daarom zijn we ook hier begonnen, aan het Grote Noord. We kunnen in ieder geval dit gedeelte, waarvan wij toch echt denken dat het interessantst voor ons is, dat in ieder geval wel redelijk goed onderzoeken. En ja, dan aan het achterom, waar de jongere lagen zich toch moeten bevinden, moeten we waarschijnlijk wat laten zitten. Als het zo door blijft gaan als nu. Wij gaan weg. Wij houden je niet verder op. Succes verder en tot de volgende keer. Dankjewel. Ik zou het maar niet aan elkaar houden en gewoon bij elkaar even in de zakken gaan liggen. Ja, en zorg jullie wel dat je weet waar. Het schijnt dat men hier een schoen gevonden heeft. Rond 1400, 14e eeuw. Ja, is het rond 14? Ja, dat klopt wel. Het huis is rond 1400.